gaan een behangcirkel behangen. Wil je weten hoe je je muur moet voorbereiden? Check onze tutorial over voorbereiding. Voilà, de behangcirkel. Check voor je begint of je het juiste design hebt en de juiste maat. Allereerst rol je banen uit. Dat is 1. Nummertje 2. En de laatste. De linkerbaan, de middenbaan en de rechterbaan. En let op, dames en heren, we beginnen met de middenbaan. Hang je loodlijn op rechts van de middenbaan. In ons geval ongeveer hier. Dan gaan we lijmen. Neem lekker dik lijm. Belangrijk. Lijm vervolgens op de muur waar je de middelste baan gaat plakken. En dan gewoon alleen het middelste stuk. Zo. Ik heb hier de middenbaan. Ik check natuurlijk even of mijn design goed zit. En als ik hem op de muur aanbreng, focus ik me op de loodlijn. Kijk, ik heb hem nu in het midden geplakt. Zorg altijd dat je handen schoon en droog zijn, want anders krijg je natuurlijk vlekken op je behang. Dat willen we niet. Ik ga nu de bovenkant van lijm voorzien. Vouw het een beetje onvoorzichtig. Gebruik een spatel en een schone droge doek om je cirkel strak te maken. Veeg hem altijd even af, dat hij lekker schoon is. Nu pak ik een verfkwastje voor dit laatste stukje om hem mooi te plakken. We gaan nu de rest van de middelste baan aan de onderkant ook de lijm aanbrengen. Haal hem even omhoog. En vervolgens lijm je de muur. Top. De middelste baan hangt, dus nu halen we de loodlijn weg, want die heb je niet meer nodig. We gaan nu lijmen voor de linkerbaan. Dus ik begin met de muur in te lijmen. Voorzichtig bij de randjes. We gaan de linkerbaan nu aanbrengen. En daarbij is het belangrijk dat je natuurlijk het design kloppend maakt. Dus dat betekent dat je hem stotend, zoals dat heet, moet aanbrengen. Dat hij precies tegen elkaar komt. Kijk. Even checken. En dan kan je gewoon heel rustig een beetje schuiven. Kijk, hier bij het stotend aanbrengen komt een klein beetje lijm tussen de naden omhoog. Maar dat is helemaal niet erg. Dat pak je gewoon even met een droge doek. Hop, weg. Pak je spatel en de doek om hem weer strak te trekken. Zie je hoe leuk? Kind kan de was doen. Tadaa! Hey, als ik dit kan, kan jij het ook. Wil je trouwens weten hoe je een hele muur behangt? Dan kun je ons andere tutorial filmpje kijken. Check it out!